Yo, beste kijkers van de Vulvraag, super tot dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Funny Moments. We gaan voor die 3000 likes. Check eventjes onze merch op shop.vulvraag.nl. Laten we gaan starten. Let's go! Thanks Fortnite Spark TV voor deze Funny Moments. Even kijken, Renegade Raider versus... Nou, ik weet niet wat. Ja. Oh, twee Renegade Raiders. Direct. Ja, ja. Oh, dit is natuurlijk de nieuwe shotgun. Ik heb nog niet in mijn handen gehad. Oeh, niet? Hij is super sterk. Hij is echt heel goed. Ik heb wel de normale pump al heel vaak gehad en die vind ik al fucking sterk. Ja, maar die is sterker gemaakt, hè? Van dichterbij. Daarom. En die zwakker op afstand. Echt, dat is wel irritant. Ja, maar ja, ik vind het op zich ook logisch dat je op afstand niet met de shotgun niet zoveel damage hoeft te doen. Nee, precies. Vind ik niet nodig. Oh, nee. Ja, oh, dat is logisch. Oh, door het kleine hoekie. Oh, nice. Winter Royale is je aan Next doen, level. Ja. Dat is dit weekend al, hè? Finale, volgens mij. Hmm, ja, ja dat is dit weekend al. Ik weet niet wanneer de finale is. Ja, voor EU is dit weekend. Oké. Okay. Oh, shit. Oh, damn. Zijn wel lekkere de kills. Pins halen. En hoppa. Let's go. Nee, alleen nog maar met deze shotgun, hè? Echt alleen nog maar kills met deze shotgun. Ah ja, ik zie het, ja. Hij is ook wel sterk. Zo sterk, hè. Yep. Maar jongens, dit is... Wat? Ja, ik wilde wat zeggen over de dubbel, over die pump. Toen ben ik afgeleid door die kill die maakte. Dat was echt insane. Uh-oh. Oh shit. Uh-oh. En... Dit is wel een gekke build battle, eerlijk. Dit is echt een gekke build battle. Weer de Renegade Raider. Volgens mij is die andere ook eentje. Oh my god. Ja, pumpshot, wat ik wilde zeggen, de pumpshotguns zijn wel echt terug, hoor. Die zijn wel echt... Ze waren even weg. Ja, ik weet niet. Iedereen gebruikt ze alsnog. Nee, dat is niet waar, want ze waren nooit weg. Nee, maar... Maar alsnog krijgt hij een dikke upgrade. Ze waren geen meta meer. Het was nu meer... Jezus. Wauw. Het was nu meer SMG's ook. Die waren nog meer relevant, laten we zeggen. Nu zijn de shotguns weer echt relevant. Hmm. Oeh, hij gaat hij nog één vinden. Let op, volgende keer gaat... Oh. Wat de hel? Wat is dit nou? Hé, hey, lama! Wat is dit voor een lama? Wat is dit voor een random clip? Ja, je ziet twee lama's, maar gaat op. Ik snap er helemaal niks van. Ik wel. Het is diezelfde chicken als de skin, snap je? Ja, dat is van een film. Oh. Wat? Ja, ik heb die hij film overleeft gezien. Het? Hij had dood. Oh, hij had gewoon lag. Ja. Hij had gewoon lag. Mooie baard. Gaan we niet. Wat de hel? Dat lijkt net op een item. Ja, inderdaad. Oh shit. Leaky Lake. Let's go. Oh, hij zit vast. Wow, hij is echt flink bugged. Hij zit gewoon helemaal vast. Monkey Banano. What the hell. Ja, ga je niet redden. Oh, toch wel. Toch niet. Wat? Hij zit daarin. Ja, probeer nu maar eens los te komen. Ja, gewoon weghakken. Nice. How long you been playing Fortnite, bro? Even kijken. About 3 years. 3, ja. Hij speelt al 3 jaar lang Fortnite. Fuck you. About 3 years. 3 years? Yeah. Wow. Dat is best wel heel goed, hoor. I've been playing for about a year. Hij is gewoon zo goed. Hij is zo goed dat hij gewoon al in... Maar Fortnite, het idee bestaat al heel lang, hè? In ieder geval voor de save the room. Wat? Hij overleeft het. Misschien komt dat daardoor, door dat ding. Ja. Nee. What, nee! Komt omdat er eerst iets boven stond. En als je iets op die manier... Ja, daar is een trick voor. Oh man. Nou, wat ik wilde zeggen. Fortnite is echt al 5 jaar geleden al aangekondigd, save the world. Dat het eraan zit te komen. Oh, save the world. Ja, ja. Dus je zou kunnen zeggen dat je er al 3 jaar lang van af wist. Maar niet gespeeld. Dat is onmogelijk. Tenzij je een developer bent. Wat? Wat? Alles is invisible ook weer. What's going on? Oh, als je dat te zien krijgt, zoals dat, dan ben jij voor alle andere mensen een reus. Weet je dat? Oh, oké. Okay. Dan weten we ook hoe de andere kant eruit ziet, zeg maar. Als je nou, ja, je ziet het zelf alleen in die manier dat alles continu respawnt. Hij bent zelf een reus voor iedereen. Waarom schiet hij niet? Wauw. Haal nog maar 7 kogels met dat ding trouwens. Met die SMG net. Oh je rip. Oh, he did it. He did it. Well played. Oh shit. No. Was te verwachten. Oh, no. There's people. Ja, dit is over een paar weken ook weg. Ik weet niet hoe erg ik dat vind. Ze zijn allebei in die boom. Yeah, wat? Oh, dat invisible zijn. Ja.
Ja, dat denk ik ook. Oh, hij overleeft het. Dan moet hij het erop rollen. Of geen valdamage omdat hij erop viel. Geen valdamage inderdaad. Anders had hij het overleefd. Oké, okay, maak een salto. Oh, hij gaat op exploderen. Dood. Dood in de lucht. GG. Wow. Ja. Dat is wel insane hoog trouwens. Holy shit. Ja, hoe harder je gaat, hoe hoger die zeg maar in de lucht komt. Oh, lekkere kill. Ik zag hem niet eens. Ja, dat is een ding. Oh, hij werd net boven hem wat wel. Wat doet hij? Waarom doet hij dat? Hij werd net boven hem gebouwd. Hij is helemaal in de kerstsfeer, Tim de Tatman. Hij is helemaal in de kerstsfeer, allemaal kerstverlichting. Ja, het is nog een beetje vroeg, vind ik. Ja. Ja, oké, okay, maar wij moeten nog Sinterklaas en al dat soort dingen krijgen. Ja. Hun hebben dat niet. Nee, voor hun is het toch kerst. Ja. Ja, voor hun is Thanksgiving geweest, hè? Na Thanksgiving, oh ja, Thanksgiving begint dan, het. Ja, dan begint het, ja. En voor ons is dat meer Sinterklaas en dat is... Nou, over een weekje. Twee weken later. Scar from this chest, watch. Scar in this chest, oké. Okay, laten we zien. Ding ding. Oh my god. Dat was geen Scar. Dat was een silenced AR, volgens mij. Ja, maar een Scar, die andere heet ook geen Scar, maar het is wel een Scar. Ik vind het... Ja, oké. Okay. Als hij had gezegd silenced AR, had hij meer punten. Ik bedoel, die silenced SMG, dat is ook een silenced MP5, weet je. Oh nee. Wow. Wow. Oh, wat? Ja, hier. Boom, oh, wow, nee. Oké, okay, what the fuck. Dat deed hij slim. Uh-oh. Wow, 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 wow. Een drive-by. Oh, wow. En gewoon een flinke drive-by ook. Oh, no! Oh. Door zijn teammate is hij gekilled. Gedowned. Ja, maar misschien moest die teammate nog de challenge doen dat de mensen moesten reviven. Oh, zag die damage. Zie die damage. Zie die damage! Ja, dat is dus nu gefixt, gelukkig. Ja, ja, ja. Gelukkig. Hij gaat het doen, hij gaat het doen. En... ping. Oh! Wat? Wauw. Dat kwam door die bounce pad. Dat is echt die activeerde half, zeg maar, waardoor hij alsnog wel levend bleef. Oh, er zit iemand shadow zit daar binnen. Wat gebeurt daar binnen? Wat gebeurt daar binnen? Open het is dit. Niet goed. Nee, is niet goed. Hier, NASA. En... oh! Wow. Hij komt er net doorheen pieken. Ja. Allebei down. Great. Ja, eentje dood, omdat het team er niet maar meer leeft. Maar het was trouwens Dakota's, hè, die dat deed. Hij was Dakota's aan het spectaten. Nee. Hij werd gedowned. Oh, zo. Ja. Yeah. Met z'n drieën ook. Holy crap. Ik vind die Mount Turtles nog steeds best sterk trouwens. Ja, ze zijn de afgelopen update weer genervd. Ja, maar ze zijn er best sterk. Ze doen ook best veel damage. Klopt. Heel veel mensen willen het er ook eruit hebben. Shot behind him. Oh, wauw. Ziek raar was dat. En... wow! What happened? What? Hoe deed hij dat? Een shockwave grenade? Nee, was denk ik zo'n loungepad, weet je wel? Zo'n paarse. Zo'n volcano loungepad. Oh, maar hij liep volgens mij. Dat maakt er niet uit. Wat de hel? En dat hoofd. Kijk dat hoofd. Ja, dat is weird. Dat hoort niet. Nee. Uh-oh. Oh, deze heb ik gezien. Dan pakt hij hem op. Ja. Oh, dat is slim. Dat is heel slim. Dat is wel dik. Dat kan nu, hè? Ja, dat zit nu erin. Dit zijn de snelle clips. Let's go. Ik dacht dat we in het begin al snelle clips hadden. Met dat shotgun. Ja, sort of. Maar dit is met alle wapens. Zo zo'n cam. Wauw. Zo, flinke afstand. En dat is ook een flinke afstand voor no-scope. Oh, als die dit gaat no-scope. Ja. Echt, ik no-scope soms en dan kijk ik waar mijn kogel heen gaat. En die gaat echt nergens heen, weet je wel. Mm-hmm. Ja, het is zo lastig. Het is echt random as fuck. Oh shit. Oh. Ja, lekker. Auw. Oh. Dr. Lupo. Chair is better. Chair is better, ja. Oh damn. En. Oh, heerlijk schot. Dat is wel een lekker schot. Ook in die quad crasher, hè. Mm-hmm. Zo, die mooie edit. Mooie skin trouwens. Hele mooie skin dit. Ja, die is rare, hè? Die is heel rare en heel mooi. Maar die gaat wel weer een keertje in de item shop komen. Ja, dat denk ik ook. Die gaat deze maand, of volgende maand bedoel ik, gaat die in de item shop komen. Pretty sure, yes. Die TNT's, jongen, wat de hel. Dynamite moet ik zeggen eigenlijk. Ja, inderdaad.
Oh my god. Wauw, dat wapen gebruik ik ook nooit. Die shooter binnenkort weg trouwens. Ja, die gebruikt toch niemand bijna. Ah, het is wel het sterkste handgun, vind ik. Omdat je zo snel kan schieten en best wel gemikt. Mm. Je kan echt iemand sprayen als je zo close op hem staat. Dat is zeker waar. Nou jongens, dit was het einde van de Funny Moments. Vond je deze Funny Moments heel erg funny? Drop even die like. Abonneer zoals je het veel van met dat belletje aan. Dat is heel belangrijk, want seizoen 7 gaat eraan komen. En check onze merchandise op shoppertoveelgevraagd.nl. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out.